In deze video examen 2021 tijdvak 3, HAVO wiskunde A. En we doen de eerste drie vragen. Nou, veel restaurants kopen niet schoongemaakte vis in en dat wordt dan schoongemaakt. En van de vis die is ingekocht, komt dus in het restaurant maar een deel van het oorspronkelijke gewicht op tafel. Nou, dit moet je even doorlezen en dat gaat dan over de tabel die we gaan zien op de volgende bladzijde. En zo zie je de vissoort, de vuilprijs, daar laat je een factor op los en dan heb je de schoonprijs. En dan kun je daar ook nog een portieprijs van maken en dan moet je even een deling doen. Want dit is dan de prijs per kilo en dit is een portie van 150 gram. Nou, daar gaan we zo meteen naar kijken. Nou, wat staat er in de tabel is bijvoorbeeld te zien dat schoongemaakte forel per kilo 2,3 keer zo duur is als niet schoongemaakte forel. Nou, een stukje tekst. En de portieprijs is dus de schoonprijs per portie op het bord zonder naar de overige kosten te kijken. Nou, kunnen we natuurlijk wel even berekenen. Want wil je de prijs van een portie berekenen van 150 gram... dan moet je die 150 delen op kilo. En een kilo is dan weer 1000 gram. En dat moet je dan vermenigvuldigen met die schoonprijs. En als je dat doet, dan kom je uit op €2,52. Nou, Sven is kok in een restaurant en hij koopt een hele niet schoongemaakte kabeljauw van 4 kilo in. En daar betaalt hij €55 voor. En dan moeten wij gaan berekenen de portieprijs en zo'n portie is dan 200 gram. Kabeljauw. Nou, de vuilprijs per kilo kunnen we berekenen. En hij betaalt voor 4 kilo betaalt hij €55. Dus we kunnen berekenen hoe dat zit per kilo. Hè? Want dan gaan we die 55 gaan we delen door 4. Dus hij betaalt €13,75. Nou, dat gaan we vermenigvuldigen met die factor van 2,6. En dan krijgen we de schoonprijs per kilo. He, dus die factor, de vuilprijs. En dan komen we uit op €35,75. Nou, even kijken. Hij wil dus een portie. En een portie moet dan 200 gram zijn. Nou ja, 200 gram, dat gaat dan 5 keer in een kilo. Dus als we dan die €35,75 delen door 5, dan komen we uit op een prijs die hoort bij een portie van 200 gram. Wat je ook had kunnen doen is het volgende. Eigenlijk wat we hier hebben gedaan. Wat je ook had doen is 200 en die deel je dan door 1000. En dat doe je dan keer 35,75. En ook dan kom je uit op €7,15. We gaan naar vraag 2. Sven wil in zijn restaurant zalm serveren in porties van 250 gram. Met een portieprijs van maximaal €5. Nou, 6 kilo heeft hij op het oog, niet schoongemaakt. En dan is eventjes de vraag, wat moet Sven maximaal betalen voor deze vis? Oké, dus we hebben 250 gram, ja, niet schoongemaakte vis. Oké, laten we gaan kijken naar die 250 gram. Hè. Dat kost je dan maximaal €5. Even netjes opschrijven. Dus €5 voor maximaal 250 gram. Nou, dan kun je ook berekenen hoe het zit met de schoonprijs per kilo. Want wat doe je dan? In 250 gram, dat gaat 4 keer in een kilo. Dus wat je ook had kunnen doen, is 4 keer die €5 doen. Maar dit is natuurlijk ook een berekening die natuurlijk hetzelfde is. Dan kom je uit op een schoonprijs per kilo van €20. Nou, we hebben dan de zalm. Dus we weten dat die €20 moet staan. Nou heb je de vuilprijs. En als je dat dan vermenigvuldigt met die 1,6, dan kom je dus eigenlijk op die €20. Dus als je wil weten wat de vuilprijs is, dan moet je dus die 20 delen door 1,6. En dan kom je uit op
12,50 €. Nou, Sven heeft 6 kilo op het oog. Dus je moet die 12,50 nog eventjes vermenigvuldigen met 6. En dan kom je uit op 75 euro. Dus Sven wil maximaal 75 euro voor die vis betalen. Dan gaan we naar vraag 3 toe. Sven zet als hoofdgerecht 300 gram tong op de menukaart voor 23 euro. En dat is dus inclusief 2 euro voor bijgerechten. Dus dan weet je ook hoe het zit met de kosten van die tong. Nou, het verschil tussen wat de gast betaalt per gram vis en de kosten voor deze vis per gram voor het restaurant, dat noemen we dus de verdiensten per gram. Dus we gaan aan de slag met tong en tonijn. We gaan dus de tabel gebruiken. Ik geef hem even een kleurtje. En onderzoek voor welke prijs Sven het hoofdgerecht 250 gram tonijn op de menukaart moet zetten om per gram minstens evenveel te verdienen op de tonijn als op de tong. Dus mijn eerste vraag is dan eigenlijk: wat verdient Sven op de tong? Nou, daar kunnen we achterkomen. Want de gast betaalt per gram tong het volgende. We hebben namelijk, ze bestellen 300 gram. Daar betalen ze 23 euro voor, maar 2 euro is dan voor de bijgerechten. Dus eigenlijk betaalt hij 21 euro voor 300 gram tong. Dus als we dan 21 delen door 300, dan weet je dus dat de gast betaalt 0,07 euro voor een gram tong. Nou, en als we de tabel gaan gebruiken, dan kunnen we ook zien wat Sven betaalt per gram tong. Hij betaalt namelijk de schoonprijs is namelijk 46 euro voor een kilo. Dus dan weet je ook, als je 46 deelt op 1000, dan is dit wat Sven betaalt per gram tong. En als ik dan het verschil neem, dus dit is de opbrengst en dat zijn dan de kosten, dan weet ik ook de verdiensten per gram tong. Oké, dan gaan we nu naar de tonijn. Want ik weet wat Sven betaalt per gram tonijn. Hij betaalt namelijk 27,60 euro per kilo. En per gram is dat dan 27,60 gedeeld door 1000. En als Sven hetzelfde wil verdienen, dan moet er dit bij. Dus dan moet de gast per gram tonijn betalen. Dus de kosten en dezelfde opbrengst. En dan kom je uit op 0,0516 euro per gram tonijn voor de gast. Nou, dat hoofdgerecht is 250 gram. Dus ik moet dat bedrag vermenigvuldigen met die 250 gram. Ja, en niet onbelangrijk. Ja, ik moet daar natuurlijk 2 euro bij optellen vanwege het vanwege de bijgerechten zoals groente, rauwkost, etc. En dan kom je uit op 14,90 euro. En dat is dus wat Sven moet gaan berekenen. Einde video. Tot de volgende keer.